Bom dia! Ik ben vandaag bij deze ontzettend leuke woning in Jantiel. Met rondom uitzicht. Ik sta nu op de begane grond. En dan is het nog niet zo spectaculair, maar dat wordt dadelijk echt heel erg mooi. Ik sta bij de poort en ik loop nu via de voordeur naar binnen. Deze woning heeft heel veel leuke plekken om buiten te zitten. Hier heb je al een hele leuke porch. Waar je kunt genieten van je ochtendkoffie. Dan kom je hier de woning binnen. Je voelt meteen de wind. Hierachter zit een toilet, gastentoilet. Hier is een afgesloten tv-kamer. Met airco. Hier zit de eetkamer. Hier kijk je aan de buiten. Ruime keuken. Heel veel bergruimte. Onder de trap. Er zit ook heel veel bergruimte. En dan gaan we via deze hele statige trap naar boven. Daar zijn drie slaapkamers. Hier is een voorporch. Hier heb je al dat mooie uitzicht. Hier hangt ook een screen voor de zon. Als het goed is, hoor je de wind ook. Hier is een slaapkamer met airco en zonwering. Dus hier badkamer. Met toilet. En de deur. Naar de andere slaapkamer. Hier is de slaapkamer, de tweede met airco. En achter de deur zit de deur van de badkamer. Dit is de deur naar het balkon. Daar ga ik dadelijk naartoe. En dit is de derde slaapkamer. Grote slaapkamers, veel licht. En je kunt hier dus ook goed de wind naar binnen halen. Hier op de porch. Ontzettend mooi uitzicht. Je kijkt op de Tafelberg, Spaans water. Je hebt hier ook zeezicht in dat hoekje. En hier heb je altijd wind. Je hebt hier al een doorkijkje. Naar de tuin met het zwembad. Daar ga ik nu naartoe. Hier zit ook weer een porch waar je lekker kunt zitten.
Hier gaan we naar de tuin. Hier hebben we weer de voorkant van de woning. Met de poort waar ik net begonnen ben. En dan heb je hier een schitterende tuin. Mooie muurschildering. Hier zit nog een leuke overkapping. Palapa, waar je heerlijk onder kunt loungen. Je kunt je voorstellen als hier een hangmat hangt. Kun je hier heerlijk vertoeven. En dan heb je hier een prachtig zwembad. Met weer een parasol. Hele mooie aangelegde tuin. Makkelijk in het onderhoud. Er is een dripsysteem aanwezig. Dus water geven van de planten gaat automatisch. Aan de achterkant van de woning is nog een hele grote ruimte. Deze ruimte heeft ook nog een douche en toilet. Bij het zwembad is trouwens ook een buitendouche. Hier is een toilet. Even kijken of die open is. Nee, nog niet. Een toilet en een douche zit daar. Hier kun je kastruimte. En hier loop je aan deze kant. Kun je er weer uit. Het is allemaal goed af te sluiten. Hier is een palapa die dienst doet als carport. Er zit de waslijn. Nog een wastafeltje. En dan ben ik weer terug bij de voorkant van het huis. Hieronder zit nog bergruimte waar je tuingereedschap in op kunt bergen. Deze deur die komt uit in de keuken. Dus vanuit de keuken kun je ook nog weer naar buiten. En daar ben je weer bij de voorkant van de woning. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over deze woning? Kijk op onze website www.curahousecare.com. Veel plezier! Doei doei!